Weet je dat je mobiel geheime codes heeft die je kan gebruiken? Eigenlijk zijn de codes voor de makers van de telefoon. Met de geheime codes kom je bijvoorbeeld in verborgen menus waar je verschillende dingen kunt wissen die op de telefoon staan opgeslagen. In deze top 10 hebben we het over 10 geheime telefoonfuncties die echt bestaan. Deze zou je heel goed kunnen gebruiken. Denk je zelf ook niet? Heb jij ook enkele geheime codes in je telefoon ontdekt die mensen heel goed kunnen gebruiken? Laat je mening en antwoord achter in de comments. Blokkeer advertenties. Ben je nou helemaal diep geconcentreerd in je game en ben je op het punt de volgende level te halen, wordt je concentratie onderbroken door een lastige advertentie waarop je op dat moment niet hebt zitten wachten. Nu zou je ze één voor één moeten uitklikken, maar er is een andere manier om de advertenties volledig uit te schakelen. Je moet je mobiel gewoon op vliegtuigmodus zetten, dan is het probleem met de advertenties opgelost. Er is wel een nadeel. Terwijl deze modus is ingeschakeld, kan je geen gesprekken voeren of ontvangen. In sommige gevallen kan het juist een uitkomst zijn wanneer je even alleen wilt zijn en niet gestoord wilt worden. Zo kan je je volledig ongestoord concentreren op je game. 9. Mobiel nummer zichtbaar of onzichtbaar maken. Het zal een keer voorkomen dat je niet wilt dat je nummer zichtbaar is wanneer je iemand opbelt, of je wil je nummer juist zichtbaar maken zodat de persoon naar wie je toebelt precies kan zien dat jij het belt. Om je nummer eenmalig zichtbaar te maken, dan toets je in sterretje 31 hekje. Dit is alleen van toepassing wanneer de nummerweergave of callerline ID op je toestel is uitgeschakeld. Wanneer je je mobiel nummer eenmalig onzichtbaar wil maken, dan toets je in hekje 31 hekje. Dit is alleen van toepassing wanneer je nummerweergave of callerline ID op je toestel is geactiveerd. Op deze manier ziet de persoon naar wie je belt niet wat jouw nummer is. Deze functies zullen in sommige gevallen heel handig zijn. 8. IMEI-code. Als je een nieuw mobiel hebt gekocht, is het raadzaam om zo snel als mogelijk het serienummer of IMEI-code van je toestel te zoeken. Dat doe je met de code sterretje hekje 06 hekje. Het nummer komt dan op je scherm die je dan zal moeten noteren. Deze IMEI-code heb je namelijk nodig om je mobiel te kunnen identificeren en te blokkeren in geval van diefstal of verlies. De IMEI-code is een 15-cijferige code. Voor alle duidelijkheid, IMEI staat voor International Mobile Equipment Identity. Een andere manier om achter de IMEI-code te komen is om je batterij uit je mobiel te halen en de code op de achterzijde te zoeken. Het eruit halen van de batterij kan soms lastig zijn, dus is het makkelijker om de code sterretje hekje 06 hekje te gebruiken. Het is ook een veel snellere handeling. 7. Test je aanraakscherm. Met de code sterretje hekje 2664 hekje sterretje kan je het aanraakscherm van je mobiel testen. Door het multitouch vermogen van je aanraakscherm te testen kan je zien hoe je scherm reageert wanneer je tegelijkertijd met 2, 3, 4 of zelfs 5 vingers op het scherm bezig bent. Elke beweging die je maakt laat een spoor op het scherm achter waaruit je de nauwkeurigheid kunt afleiden. Het kan aardig lastig zijn wanneer je je mobiel wil gebruiken en je merkt dat je aanraakscherm niet goed werkt. In elk geval kan je met deze code zelf testen of je aanraakscherm goed functioneert. Het beste wat je kan doen wanneer je ziet dat het niet goed werkt is om het terug te brengen naar de winkel waar je je mobiel gekocht hebt. 6. Snel uitzetten van je mobiel. Sommige mensen willen hun mobiel met een druk op de knop helemaal uitschakelen. Nu is het zo dat als je de aan-uitknop van je smartphone ingedrukt houdt, je eerst 4 opties te zien krijgt. Namelijk stille stand, vliegtuigprofiel, uitschakelen en opnieuw opstarten. Maar wanneer je deze knop alleen gebruikt om het toestel uit te zetten, dan kan je dat liever doen met de code sterretje hekje 7594 hekje sterretje. Deze code zorgt ervoor dat de telefoon zichzelf onmiddellijk uitschakelt wanneer je de knop ingedrukt houdt. Dat scheelt dus weer een handeling. Natuurlijk blijven de andere opties gewoon toegankelijk via de menus van de telefoon. Op deze manier hoef je dus niet meer door de 4 opties heen te gaan om je mobiel uit te schakelen. Een druk op de knop en je mobiel is helemaal uit. Vijf. Mobiele bereik in cijfers weergeven. Het is soms handig om in een oogopslag te kunnen zien wat het bereik is van je mobiel. Over het algemeen zie je linksboven op je iPhone 5 bolletjes. Hoe meer bolletjes gekleurd zijn, hoe beter je bereik is. Het kan nog gemakkelijker door het bereik, in plaats van met bolletjes aan te geven, het er met cijfers te laten doen. Dit kan je doen door de code *3001 #12345 * in te toetsen op je mobiel. Zorg er ook wel voor dat je tijdens het intoetsen de sterretjes meeneemt. Heb je de code ingevoerd op je mobiel, druk dan vervolgens op de belknop. Je iPhone staat nu in de zogenaamde fieldtest-modus. Je zal merken dat aan de bovenkant van de telefoon de bolletjes zijn vervangen met een cijfer. Een getal rond de -50 wil zeggen dat je een perfect bereik hebt. Gaat het getal richting de -120, dan wil dat zeggen dat je een slecht bereik hebt. Zo kun je makkelijk zien waar in huis je het beste bereik hebt. Je beëindigt de fieldtestmodus door gewoon op de thuisknop van je iPhone te drukken. Maar dan zijn de bolletjes ook weer terug. Wil je de getallen zichtbaar laten blijven, dan moet je weer naar de fieldtestmodus gaan. Druk nu op de aan-uitknop bovenop je iPhone totdat je de schuif met de tekst Zet uit ziet. Zet echter je iPhone niet uit, maar druk een aantal seconden op de thuisknop totdat je het hoofdscherm ziet. Je ziet nu dat de getallen bovenin blijven staan. 4. Doorschakelgegevens checken. Met je iPhone kan je middels een code ook nagaan hoe het zit met het doorschakelen van telefoontjes die je binnenkrijgt. Op je mobiel druk je dan de code *#21# in en druk daarna op de belknop. Na enkele ogenblikken kan je precies zien welke instellingen in- of uitgeschakeld zijn. Wanneer je de tekst ondervraging instelling geslaagd ziet, betekent dit niets anders dan dat de opdracht is uitgevoerd en de gegevens worden getoond. Je hebt niks daadwerkelijk in- of uitgeschakeld. Eronder lees je bijvoorbeeld of er dingen worden doorgeschakeld. 3. Uitgebreide telefooninformatie. Een Android-telefoon heeft ook een verborgen menu waarmee je eigenlijk uitgebreid en gedetailleerde informatie over je mobiel kan ophalen. In dit geval gaat het meer om diagnostische gegevens die van pas kunnen komen als je een probleem hebt met je telefoon. Je bereikt het menu door de code *#* *4636* op je mobiel in te voeren. Via het menu kan je bijvoorbeeld telefoongegevens zoals netwerkverbindingen ophalen, een pingtest uitvoeren, gedetailleerde gegevens over het wifi-netwerk en de accu te weten te komen. En kan je gebruiksstatistieken inzien, zoals een lijst met apps gesorteerd op de gebruikstijd of het aantal keer dat je ze hebt gestart. 2. Algemene test. Op je mobiel kan je ook een algemene test uitvoeren. Hiervoor heb je de code *0* nodig. Nadat je deze hebt ingetoetst op je scherm, kom je in een algemene testmodus terecht. Hier kan je verschillende functies van je toestel uitproberen, zoals de kleuren van je scherm nakijken of kijken of de camera op de juiste manier werkt. In deze testmodus kan je ook kijken of de speakers van je mobiel in orde zijn en of bijvoorbeeld de infraroodsensor in orde is. Zo kan je nog meer features testen met deze code. Het is handig om te weten dat deze handeling waarschijnlijk alleen werkt op Android-toestellen. 1. Veldtest. Wil je informatie hebben over de verschillende telefoonmasten bij jou in de buurt? Dan kan je op je mobiel de code *3001 #12345 * intoetsen. Wanneer je dit gedaan hebt, kom je in een menu te staan dat veldtest heet. Hiermee krijg je informatie te zien over verschillende telefoonmasten bij jou in de buurt en kan je ook zien wat hun prestaties zijn. Je zal waarschijnlijk niets hebben aan de informatie, maar het is toch leuk om te weten wat er allemaal gebeurt rondom deze masten. Dit was dan ons lijstje van top 10 geheime telefoonfuncties die echt bestaan. We weten haast zeker dat je ze allemaal zal gaan uitproberen om te kijken of ze daadwerkelijk werken. Ken jij nog een aantal geheime functies die we kunnen gebruiken voor onze mobieltjes? Laat je mening en antwoord achter in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen zodra wij weer een nieuwe top 10 video uploaden.